Ja, hallo. Daar zijn we weer. Welkom bij les 5. We schieten al aardig op in ons proces, les 5. En genoten van de vorige lessen. Ik heb gezien dat een heleboel van jullie weer meegekeken hebben. Ik heb uiteraard weer een kopje koffie ingedaan. Het is mooi weer vandaag. Het is vrijdag, even kijken hoeveel april hebben we, 17 april. Het is een mooie, ja, best wel zonnige dag. Beetje fris nog, maar een mooie dag om nog even op het atelier te zitten. Ik heb vanmorgen mijn eerste filmpjes gemaakt met een kunstmarktopstelling voor mijn sieraden. Dus die zien jullie ook eerder eens een keer voorbij komen. En vandaag gaan we weer verder met de volgende les, met spatelwerk. En ik neem jullie nog even mee terug naar de les 4. Even laten zien wat het eindresultaat is geworden. Dit is het eindresultaat geworden van les 4. De Frida Kahlo. Bij mij op te vragen, via de mail kun je een bestandje opvragen waar je een Frida Kahlo bestandje krijgt die je in zwart-wit of in kleur kan uitprinten. En dan kun je dus een hele kleurrijke collage mee maken. Als toevoeging naar de laatste les heb ik hier aan de onderkant nog wat bloemetjes toegevoegd en als oorbel nog een fuchsia knopje. En toen ik de les terugkeek, ja, dat gebeurt natuurlijk ook, hè. U moet zich voorstellen, ik doe alles in one take, hè. Er wordt niks geëdit. Alles wordt in één keer opgenomen. En het moet in één keer goed zijn. Of er gaat ook natuurlijk wel eens wat fout. Maar toen kwam ik er dus achter toen ik het terugkeek. Dat ik denk, tijdens de les had ik verteld van, ik ga jullie ook vertellen hoe je dan papier kan gebruiken in je schilderij. Heb ik dus niet gedaan, niet verteld. Maar ik ga het nu nog even vertellen. Dit is Heavy Gel. En Heavy Gel is een substantie die kleurloos opdroogt. Het ziet er nou een beetje pasta witachtig uit. Maar daarmee kun je dus je papier aan twee kanten. Je doet eerst even een stukje op je schilderij, zet je op. Dan druk je het papier erin en dan schilder je dat er nog weer met die pasta overheen. En dat duurt best lang dat het droog is. Maar dan blijft je papier wat eigenlijk opgenomen in je verfwerk. Dus dat is een manier om dus ook een stukje collage in je schilderij bijvoorbeeld te verwerken. Dat kan. Dus dit was het medium waar ik over had. Dit is de medium gel. Je hebt ze ook nog in heavy. Ik plak hier dus zelfs kralen en steentjes en glas en stukjes hout. En je kunt er eigenlijk zoveel mee vastplakken in je werk. Dus dat is fantastisch spul, vind ik het. Fantastisch spul. Dan gaan we nu over naar het echte spatelwerk. Ik heb even wat voorbeeldjes achter me staan van spatelwerk. Ik zie dat dat niet helemaal te zien is, ik zal het een beetje opschuiven. Zo. Hebben jullie een beetje beeld bij wat je ongeveer kan maken? Nou, wat we vandaag gaan maken, ik heb al een klein beetje voorbereid. Want ik ben er al wel achter. Goede voorbereiding is het halve werk, jongens. Er valt en staat eigenlijk alles mee met een goede voorbereiding. Dus ik heb weer een basis gemaakt. En dat heb ik op dezelfde manier gedaan als in les 1. Met een pasje. Ik zal hem er even bij pakken waar ik mijn pasje gelaten. Met een oud pasje, maakt niet uit. Het blauwe zit er nog een beetje op. Je zet dus allerlei dotjes verf zomaar op je doek. En dan strijk je dat met een pasje helemaal uit. En dan zorg je ervoor dat alle dikke stukken verf helemaal weg zijn. Nou, dit doek is dus inmiddels droog. Ik zal hem even goed vastzetten. En we gaan hier een boom op spatelen. Dus ik teken even weer uit de losse pols met een krijtje. Kun je op droog acrylwerk een voortekeningetje maken. En dan ga ik even uit de losse pols een boom tekenen. Krijtstreepjes kun je dus weer wegkrijgen met babydoekjes. Ik zal ze even erbij pakken.
goedkoopste soort babydoekjes. Of het wordt opgenomen in de verf. Want de acrylverf kun je makkelijk met het krijt vermengen. En als de stukjes zometeen over zijn, wat niet gebeurt hoor, met het spatelwerk, zal het niet zo gauw gebeuren, maar met een kwast zou het kunnen. Dan kun je dus met babydoekjes je krijt nog een beetje wegkrijgen. Nou, het gaat er eigenlijk een beetje om dat je wat takwerk krijgt. Komt dus niet zo nauw, hè? Dat is niet zo heel belangrijk. En wat we nu gaan doen is even de contouren aanzetten met bruine verf en een iets groter spatelmes. Met een beetje lange kant. Er kunnen verschillende zijn hoor. Het zou ook met zo een kunnen. Natuurlijk alle modelletjes wel een beetje in huis. Maar het gaat er even om dat er een wat langere kant aan zit. Wat ik heb gedaan, ik heb even een schoteltje gemaakt met aan één kant drie kleuren bruin. En dit zijn de kleurtjes waar we uiteindelijk de blaadjes van gaan maken. Maar ik start even met de bruin. En het mooie is dan dat je verschillende kleuren bruin even op je spatelmes neemt. En die spatel je dus. En juist, dat zie je dus nu al gebeuren, doordat je verschillende kleuren gebruikt. Krijg je dus al het speelse effect dat je een soort schors krijgt. En die krijtstreepjes, dat is maar een indicatie. Hè? Het is niet zo dat je dan. Het erg is dat je er een beetje overheen gaat. Dat maakt niet zoveel uit. We zetten een beetje het geraamte neer. Het geraamte van de boom. En wat ik al zeg, je doet het best wel grof. Die stam gaan we dus wel even volmaken. Ik zit er een beetje onhandig voor, maar alles voor het goede beeld. Je hoeft dus niet zo hard te drukken op je spatel. Hè? Eigenlijk kun je dat gewoon een beetje zachtjes aaien.
Ze hebben een beetje een basis. Even mijn doekjes. Mijn doekjes natuurlijk net te ver weg gezet, hè? Even iets dichterbij. Zo. Je spatel werk gelijk je spatel schoonmaakt met een tissueetje. Zijn ze eigenlijk gelijk netjes. Zo, nu hebben we even een beetje een basis. Ik zal hem even een beetje bijdraaien. Ik ga verder met deze. Die is iets groter, heeft een afgeronde kop. En daarmee ga ik als het ware een soort bloemblaadjes maken. Oh, en ik zie dat ik al... Ik kom altijd onder de verf, hè? Ik was ook niet gestart met het zeggen van dek je tafel af en doe een schotje om. Maar ik denk dat jullie dat bij mij nu wel een beetje weten. Dus dek je tafel af en doe vooral een schotje om. Maar het is ook zo dat je eigenlijk met spaten werkt, ja, het is gewoon wat dikkere verf, hè? Dus de kans op knoeien is ook best een beetje groter. Goed. Wat ik altijd doe, om je werk speels te maken, ik kies altijd twee kleuren uit die ik tegelijkertijd op mijn spatelmes doe. Dus in dit geval, ik start even dan met lila en paars. En die pak ik dan allebei op. En daarmee start je gewoon random in je werk. En dan zul je zien dat het heel kleurrijk wordt. En probeer dan het bruin in het begin nog even niet te veel te raken. En je mag ook je spatelwerk alle kanten opdoen. Het is dus best wel belangrijk eigenlijk dat je niet alles naar één kant strijkt, maar dat je juist dat afwisselt. Dus je moet eigenlijk je mes steeds een beetje draaien. Nu zit er een beetje rood bij in, maar dat maakt helemaal niet uit. Dus zorg ervoor dat je je mes steeds een beetje draait. En je mag best wel een beetje over het bruin heen, hoor. Maar probeer het dan zo dat je de bruin er niet weer afstrijkt, maar dat je er juist een beetje verf overheen strijkt. Je mag het geraamte van de boom best een beetje blijven zien, maar het mag ook best een beetje bedekt worden. Dus daar moet je even een beetje mee spelen. Neem de zijkant van je doek gelijk mee, hè? Dat kan. Zeker als je een 3D-doek gebruikt. Dan moet je zeker de zijkant van je werk meenemen, want dan gebruik je eigenlijk nooit een lijst mee. Dan zie je wel, als ik het licht er even over laat schijnen zo, dan zie je hoeveel structuur daarin komt. Ik maak mijn spatelmes dus tussendoor wel iedere keer even schoon, dat je niet alle kleuren verf door elkaar heen krijgt.
een slokje. Zo. Dan stap ik even over naar een andere kleur. Ik pak nu de roze en de rode bij elkaar. Dan zie je dat het gelijk vrolijk wordt. Hè? Maar goed, je kunt het ook in gedempte kleurtjes doen. Hè? Als je hier achter me kijkt, dat ene schilderij is in hele gedempte kleuren gedaan. Dat zijn overigens twee schilderijen die kun je ook opzoeken op mijn Pinterest. Waar ik al een keer uitgelegd heb. Bij les 3 volgens mij heb ik uitgelegd met Pinterest. Als je op mijn Pinterest-site kijkt, typisch Tineke. Dan heb ik daar een hele categorie aan schilderinspiratie op staan. En onder andere van Leonid Avrimov. En Leonid Avrimov die maakt heel kleurrijk spatenwerk. Ik ben er dol op. Nou, dit is eigenlijk nageschilderd van een Leonid. Een winterlandschap. Een winterlandschap. En dan is het wel leuk deze. Zal ik even naar voren zetten. Deze is eigenlijk ook met hetzelfde mes gedaan als die ik nu gebruik, die grove. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je dan een ander soort mes gebruikt, maar wel dezelfde tekening gebruikt? Nou, dan krijg je dus zoiets als dit. Dit is dezelfde scène, zeg maar, die ik gemaakt heb. Alleen, dit is met een heel dun mes gedaan, een heel dun gestreept. En die is met heel grof gedaan. Dan zie je dus... Ja, vanaf afstand zie je dat waarschijnlijk niet zo goed. Ik zal even iets dichterbij halen. En dan zie je dat het echt een beetje fijner is. Heel anders. Dat is even om een beetje het verschil te laten zien hoe het eruit ziet als je een ander soort mes gebruikt. Want dat maakt dus, je krijgt dus allerlei verschillende effecten daardoor. Dus je kunt ook echt landschappen namaken. Als je een leuke foto, een beetje simpele foto met mooie kleurverschillen erin, een mooi landschap of zo neemt, nou, dan kun je dat prachtig spatelen ook. Ja, ik vind het zelf altijd een heel relaxed, rustgevend kwijtje. Dus hou er goed rekening mee dat je iedere keer even wisselt van de positie van je mes. Nou zie je dat er ook nog een beetje paars bij in doet, dan wordt het helemaal speels. Dus daar moet je een beetje mee spelen, hoeveel kleur je op je mes gaat doen. Ik stap even weer over naar een andere kleur. Ik ga toch nog even een beetje oranje erbij doen. Nu de gele.
geel, oranje en donkergeel heb ik hier zo op een mes. Nou, zo maak ik dus een beetje een opvulling. En je ziet dat het geraamte van de boom toch steeds meer een beetje bedekt wordt. Goed kijk, ik zie dat ik hier nog een heel stuk heb met paars. Daar kan ook nog wat geel tussenin. Een beetje. Daarom had ik dus gekozen voor een blauwe achtergrond. Je zou die achtergrond ook helemaal kunnen spaten, want dat kan natuurlijk ook. Maar dan had ik natuurlijk in een uurtje weer geen tijd voor. Dus ik heb eventjes gekozen voor een achtergrond met zo'n pasje inderdaad. Maar je zou het helemaal kunnen doen, maar dan moet je, ja, dan moet je iets meer tijd voor nemen. Gewoon, dat je tussendoor even wat kan laten drogen. Wat we nu gaan doen is van de boom een soort berkenboom maken. Dat doen we met een beetje wit. De bruine verf is nog een beetje nat. Niet heel erg nat, maar een klein beetje nat. Ik ben alweer aan het kliederen, hè? En dan pak ik even een beetje wit. Altijd eerst even een beetje schudden. Soms zit er een beetje dunne verf bovenin. Dan pak ik een iets fijner mesje. Nog steeds wel met een lange kant. En daar zet ik een klein beetje over de hele lengte een beetje wit op. En dan raak je heel voorzichtig. Nou, ik zie dat ik even een beetje mijn doek naar voren moet halen. Anders kan ik net met mijn pols niet wegkomen. Zo.
je die heel zachtjes aanraakt, dan zie je wat er gebeurt. En het hoeft echt maar een klein beetje te zijn, dus neem niet te veel verf erop. En dan probeer je nog even die contouren van die boom links en rechts nog even mee te pakken met een beetje wit. Zo zie je dus dat als het ware een soort van berkenboom ontstaat. Eigenlijk zou je dat ook gelijk in het begin hadden kunnen doen hoor. Dan zat je gelijk langs het donkere een beetje wit. Ik vind het plezierig als de verf ietsje opgedroogd is. Anders dan pakt hij net, als hij iets droger is, pakt het wit net iets beter. En dan kunnen we eventueel nog iets aan de achtergrond nog doen, een beetje groen erbij opdoen. Nou, maar het wordt al aardig. Ik zal het even goed voordraaien zo. Het wordt al een kleurrijk geheel. Ja. Ik ga even een paar kleurtjes groen pakken. Als je nou te veel verf op je pallet hebt gedaan, wat ik nu eigenlijk heb gedaan, ik heb eigenlijk te veel, dan kun je dat best nog een nachtje goed houden. Als het niet te warm staat. Als het niet te warm staat, maar gewoon kamertemperatuur staat, dan spray ik het altijd in met een beetje water in de sprayfles. En dan doe ik eventjes een paar spuitjes erop en dek ik het gewoon af met een beetje folie. En dan blijft het eigenlijk over het algemeen nog best wel aardig dat je er nog een dagje mee kan werken. En wat ook een goede tip is, als je een mooie glasplaat hebt met mooie afgeronde kantjes. Je hebt wel eens af en toe van die snijplanken van glas. Maar die moeten heel glad zijn. Als ze heel glad zijn aan de bovenkant, dan kun je dat ook heel goed gebruiken als pallet. Want dat kun je heel makkelijk gebruiken als met je rolletje overheen en zo. Dat is heel plezierig om te doen. En als je dat schoon wil maken, dan kun je dat bijvoorbeeld een hele nacht laten drogen. En dan spray je dat, 's morgens spray je dat even in. En laat je dat even, een paar minuutjes laat je dat even dat water in de verf trekken. En dan kun je met een verfkrabber, kun je het er zo heel makkelijk afkrijgen weer. Dus dat is een vorm van pallet wat ontzettend plezierig is. Nou, we gaan even kijken of we nog een beetje graswerk erbij kunnen krijgen. Ik pak even een fijn palletmesje deze. En dan doen we even met verschillende kleurtjes groen. Zetten we als het ware een soort grasje eronder.
En je ziet door juist die verschillende kleuren te gebruiken op je mes, dat maakt het nou juist anders dan dat je met een kwast werkt. En maak gebruik van de vorm van je mes. Nou, dan kun je er nog weer voor kiezen om hier onderin nog weer bloemetjes in je gras te maken. Je had het ook helemaal kunnen opvullen met een groot mes met grote streken. Juist heel grof groen had ook gekund. Nou, dit kun je dus voor speels maken als je zelf wil. Je kunt nog veel bonter maken met nog veel meer kleurtjes. Wat je ook nog zou kunnen doen is nog een keer opnieuw met bruin de contouren van je boom nog een keer natrekken, dat kan. Dan krijg je er weer een beetje, ik zal een klein stukje voor doen. Dan pak je even de tak weer een beetje terug. Dan krijg je toch weer een ander effect erin. Nou ja, zo kun je er dus een beetje mee spelen. Kijk, dan komt ineens die tak weer een beetje meer naar voren, zie. Dus zo kun je er een beetje mee spelen om er weer een beetje diepte in te krijgen. Dus dat is gewoon een beetje een kwestie van uitproberen. Maar goed, ik hoop dat jullie door deze les een beetje gevoel hebben gekregen van, nou ja, hoe voelt het om met een pelletmes te werken? En wat voor effecten krijg je als je dan meerdere kleuren verf op je pellet doet, op je mes doet? En dat is iets wat ik dus in mijn schilderijen best wel veel gebruik. Ik gebruik heel vaak de spatentechniek om structuur in mijn werk te krijgen. En als je dan inderdaad met een bepaalde lichtinval, kijk, als je de lichtinval, als je dit draait, dat zie je dat al wel. Dat juist met pelletmeswerk je heel structuur en lichtinval in je werk, waardoor het heel levendig wordt. Dus dat is eigenlijk een beetje de opzet van het hele pelletmes gebeuren. En je ziet dat je door met het wit erin te gaan werken, dat je weer een berkenboom effect krijgt. En je kunt ook echt hele mooie bloemen maken met gebruik van je pelletmes weer. Dit zou je ook kunnen doen met een theelepeltje. Heb ik ook in les 1 gedaan volgens mij, of les 2? Ja, les 2 heb ik dat gedaan. Les 2 heb ik met een, om te laten zien dat het niet eens per se een echt officieel mes hoeft te zijn. Maar dat je het ook zelfs met een theelepeltje kan doen. Dus dat is ook mogelijk. Dus je hoeft niet eens per se hele dure dingen aan te schaffen hoor. Het kan heel vaak met dingen die je al in huis hebt. Dus wees gewoon, wees creatief. Als je creatief bent, kom je op van alles en nog wat aan ideetjes altijd. Nou, dan sluit ik deze les even voor deze keer af. En de volgende les ga ik jullie even meenemen in de techniek van stempelen en spuiten. En dan met name in het maken van stempels en schablonen die je kunt gebruiken voor je intuïtief schilderwerk weer. Ik gebruik in mijn schilderijen heel vaak stempel- en spuittechniek. Daar kun je natuurlijk schablonen voor kopen hoor. Ik heb ook echt een heleboel kant-en-klare schablonen. Maar het is ook heel leuk en heel origineel om zelf je eigen schabloon te maken. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk. En
als je daar een beetje wat dingetjes en techniekjes in leert, wat je er allemaal mee kan, dan maak je je werk ook steeds origineler door juist die dingen dus zelf te maken. Juist als je die dingen zelf maakt, wordt je werk ook origineler. Dan heb je juist iets wat iemand anders niet heeft. Dat is een beetje de kunst, hè? Kijk, iets naschilderen, dat kunnen we allemaal wel. Dat is niet zo heel moeilijk. Maar iets zelf bedenken en zelf je eigen stijl ontwikkelen, dat is een ander dingetje. En ik hoop jullie gewoon door al die techniekjes die ik jullie nu in de afgelopen lessen en de aankomende lessen ga leren, dat jullie door al die techniekjes heel veel dingen hebben geleerd om te doen met acrylverf. En dat het inderdaad ongekend leuk is. En ik hoop dat jullie een beetje aangestoken hebben ook dan, hè. Wat inmiddels ook wel leuk is om te zeggen, dat ik Yvonne van Artpixels in Doetinchem even had benaderd. Van ik heb een leuk filmpje gemaakt over creatief bezig zijn. Nou, dat heeft ze op haar site ook al gedeeld. Dus hartstikke leuk, want zo helpen we elkaar allemaal een beetje. Zij heeft een mooie winkel met hartstikke mooie spullen en goed advies. Dus, en zij helpt mij weer een beetje om weer nieuwe viewers te krijgen op mijn kanaal. En daar is wat het in deze tijd een beetje om moet gaan. We moeten elkaar een beetje helpen en elkaar een beetje door de moeilijke tijd heen loodsen. Want dat is het natuurlijk best wel een beetje. Hè? Ook voor ons als creatieve mensen, de kunstmarkten die allemaal niet doorgaan, de galleries die niet open zijn. Het is best moeilijk als kunstenaar om nu in deze tijd een beetje goed je dingetje te doen. Dus ik had dit bedacht om mijn tijd door te komen en ik zou zeggen, ik ben er blij mee, want ik moet zeggen dat mijn eigen creatieve bubbel hier, dat ik daar toch, ondanks die rare tijd, toch wel een beetje vrolijk van word. En ik heb echt al veel geleerd met filmen. En het gaat steeds makkelijker. En je moet je voorstellen, alles gaat in één take. Nou, iemand anders zei al, hoezo? Ik plak en knip en ik edit. En dat doe ik dus helemaal niet. Hè? Dus het gaat allemaal zo. En het gaat allemaal niet perfect, hè? Dat weet ik ook wel. Maar weet je, het hoeft ook allemaal niet zo perfect. Waarom moet in het leven alles zo perfect zijn? Dat hoeft helemaal niet, toch? Ik ben altijd zo van, niets in het leven is helemaal perfect. Maar als we het maar een beetje leuk en kleurrijk en gezellig hebben. Daar gaat het mij een beetje om. Dus ik hoop dat ik jullie weer een beetje afleiding heb gegeven met deze kleurrijke, vrolijke les. En wat moeten we voor de volgende keer klaarleggen? Een aardappel. Een beetje grote aardappel. Een beetje echt, als kan, een beetje groot. Maakt niet uit of het kruimig is of niet kruimig is. Dat maakt niet zoveel uit. Een scherp mesje. Ik heb nodig een schaar. Als je hebt van die laminaatvellen, waar je normaal papier in lamineert. Ik zal het even laten zien. Dit is een gelamineerd velletje. Daar zit zo'n plastic laagje omheen. Nou, alleen dat plastic, dat hebben we nodig. Eigenlijk allerlei dingetjes waarmee je even... wat ook nog handig is, een stukje schuimrubber. En een schaar inderdaad, een scherp mesje. Nou, de rest bedenk ik even on the go bij de volgende les even. Maar als je dat in ieder geval, de aardappel even hebt, want dat is iets wat je niet zomaar uit je mouw tovert natuurlijk. Dan gaan we zien wat het de volgende keer wordt. Dus, ik ga weer afsluiten. Tot de volgende keer!